Goede tijden, slechte tijden, shorty. Tim en Shorts zijn weer bij elkaar, yay! En ik ben niet zo blij om het feit dat Tim en Shorts weer bij elkaar zijn, maar meer om het feit dat dat betekent dat het langdradige gedoe met Tim en Willem eindelijk voorbij is. 1 seconde stilte. Dank u. En Tim, je bent nog net zo mooi gebleven. Tuurlijk, je was een paar maanden weg. Niet een paar jaar, niet een paar tiental jaren. De haar is hetzelfde, misschien iets langer, voor de rest niks. Wat moest er veranderd zijn in die korte periode? En George, hij heeft je vastgehouden. Je bent ontvoerd. En Tim, nee, hij heeft me gered. Hoe is dat precies redden? Hij heeft je vergiftigd, vastgehouden, tegen jouw wil in. Als dat de nieuwe betekenis is van redden, Superman, stop met je baan. Stop! En George zo van, waarom deed je dit? En Tim, ja, ik wilde gewoon iets anders voelen. De kou of zo. Als je de kou wil voelen, jongen. Neem je lekker een koude douche. Ijsblokjes in je boxershort. Weet ik veel wat, ga je in de vriezer liggen. Maar je gaat niet een meer inlopen. En Tim, ik wilde niet dood hoor. Nee, jij wilde vast niet dood. Jij liep gewoon het meer in, want jij bent een vis of een zeester. Of een badspons die gewoon zomaar in het water kan chillen. Jij dacht gewoon even, ja, ik ga onder water zonnen. Oké. En Josh beweerde dat iedereen naar Tim heeft verzocht. Iedereen. En Julia ook hoor. Jullie hebben helemaal niks gedaan. Alleen de psycholoog uithangen, kopjes koffie drinken en veel lachen. Ze heeft niks gedaan. Als je dat zoeken noemt, als je dat zoeken noemt, is alsof je googelt. Je googelt krokodil en je krijgt een broodje salami. Heel raar zoeken. Weet je wat best grappig is? Je zou denken dat je na al die maanden ziek in bed hebt gelegen en zo. Vergiftig, weet ik veel allemaal wat. Even naar het ziekenhuis zou gaan. Maar nee, Tim niet hoor. Tim niet. Hij is Iron Man. En hij gaat gewoon met George mee naar huis. En daarna naar familie Bouwhuis. Tuurlijk. Tuurlijk. Paula en Maxime lopen al dagen te bitchen. En nu komen ze Karin tegen in de lift. Lopen ze weer te bitchen. En gaat Paula dood door gebitch. I'm a boss, it's bitch. Ja, ze is getroffen. Door een hartaanval. Wie vindt dit erg? Niemand! Niemand, denk ik. Niemand! Met een vreselijke accent en de vreselijke klemtonen. En Maxime ging Paula reanimeren. Ja, en dat deed ze heel goed. En weet je hoe ze dat deed? Nou, Paula lag of zat met haar rug tegen de lift aan. En toen ging Maxime haar tegen haar borst duwen. En goed, ja, zo zittend en zo. Ja, top. Zo ga je toch niet iemand reanimeren. Paula moest gewoon 1 seconde uit de dood komen. Maxime slappen. En zeggen, hey, zo doe je het niet. Oké, nu ben ik weer dood. Ricky, natuurlijk nog steeds verliefd op Anton. En wat zegt Wiet? Ga je ons nog zeggen wie het is? Ricky, tuurlijk gaat ze het niet zeggen. Maar het is de vader van de 2 exen die broers zijn. Dat zit er niet echt in, denk ik. En Anton keek naar een foto van de familie Bouwhuis. Die zo slecht gefotoshopt is. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar natuurlijk was de oude Bianca daar eerst. Maar ze hebben de nieuwe Bianca daar gefotoshopt en... En aan het einde belt het team aan bij de familie Bouwhuis. En Anton deed open en zijn ogen zeiden genoeg. Hij kan zijn ogen niet geloven. Wat vond jij van de aflevering en wat denk jij dat Anton tegen Tim gaat zeggen? Ik ben benieuwd. Laat het weten in de reactie. Wil jij volgende maandag weer een shorty? Geef dit dan een... Vind ik leuk. Vind ik leuk. Wil je abonneren op mijn kanaal? Klik hier op mijn hand. Klik maar. Doen. Abonneren.